Welkom bij een nieuwe aflevering van Cultuurkanaal. Onze eerste gaste is bekend van singles zoals Gouden Glimlach, Boven de Wolken en Met Wat Ik Voor Je Voel zong ze zich regelrecht naar de top. Ze heeft samenwerkingen met Rob de Nijs achter de rug en met André Hazes Jr. mocht ze al voor het Nederlands Koningspaar optreden. Genoeg reden dus om deze zangeres eens te uitnodigen voor een interview hier bij Cultuurkanaal. Ik wil graag eens weten wat haar liefde is voor muziek en hoe groot de weg is naar succes. Welkom Lisa Lewis. Dank u wel. Fijn dat jij hier bij ons bent. Ja, dank u. Dank je wel. En zoals ik daarnet eigenlijk al zei, dus je hebt al een heel wat singles achter jouw naam staan. Hè? Dus ik kan mij wel inbeelden dat jouw liefde voor muziek wel heel groot is. Kan je ons iets meer vertellen hoe dat je eigenlijk met muziek in contact bent gekomen? Wel, ik ben uiteraard met muziek in contact gekomen door mijn ouders, Chris en Frank van de Melando's. Ja, klopt. Ja. Ik heb dat eigenlijk met de paplepel meegekregen. Van kindsbeen af stond er altijd al muziek op bij ons thuis. Mm-hmm. Ik ben als kind heel vaak meegeweest naar optredens. En ik denk ook, ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè, zeggen ze altijd. Ja. Dus ja, als ik zo meeging, dan vond ik het altijd veel interessanter om backstage zo mee te kijken naar die glitterkostuums en naar de make-up koffers, dan eigenlijk in de zaal te zitten. En ik merkte meteen al dat, dat de showbiz iets magisch had. Ja. Dus voor mij was het eigenlijk een evidente keuze om na mijn middelbare school dan ook naar de hogeschool te gaan om leerkracht muzikale opvoeding te studeren. Omdat ik dacht van ja, zo... Ja, helemaal iets anders doen dan muziek, dat ligt mij toch ook niet. En dan had ik ook de achtergrond, want ik vind het ook belangrijk ook om als zangeres ja, mijn noten te kunnen lezen en daar die achtergrond in te hebben. En dan ben ik daar eigenlijk heel mooi ingerold. Mm-hmm. En ja, tot op de dag van vandaag doe ik dat nog altijd. Ben je nog altijd constant ook met muziek bezig? Ja. Ja, klopt. Klopt. En dus jouw allereerste optreden... Mm-hmm. Dus jouw ervaring dus met een eigen single en zo, dat is ook al een tiental jaar terug eigenlijk. Herinner jij je nog die eerste keer dat je op een podium stond? Jawel, de allereerste keer, ja, dat was natuurlijk niet als Lisa Lewis, maar gewoon als Lisa. Mm-hmm. Dat was eigenlijk redelijk jong. Ik denk dat ik nog maar 6 of 7 was toen ik in de show van mijn ouders dan mee mocht optreden. Maar de allereerste keer, denk ik, dat rond 2014 geweest gaat zijn, onder de naam Lisa Lewis dan. En vanaf dat moment is eigenlijk alles heel mooi beginnen rollen. En heb ik heel toffe en dankbare dingen al kunnen doen. Ja, ja. Want dus naast het zingen dus ben je dus leerkracht, muziek? Of is dat iets dat niet meer past? Nee, ik heb dus mijn opleiding gedaan en ik heb ook mijn stages gedaan. Maar ik stond heel vaak bij 16, 17, 18-jarigen. Ja, en als je daar afkomt met muzikale opvoeding, dan zien die mannen dat eigenlijk eerder als een speeluurtje. Mm-hmm. En ik vond dat wel heel interessant om die lessen dan toch heel boeiend te maken. En ik kreeg wel een aantal van die leerlingen mee. Maar toch merkte ik zelf dat ik heel veel energie moest steken in die lessen. Mm-hmm. En het vervelende bij ons was natuurlijk ook als wij namiddagreeksen hadden en heel vaak optredens in de namiddag, kon je als leerkracht heel moeilijk switchen. Ja. Dus ben ik naar een andere job op zoek gegaan. Heb ik eigenlijk 9 jaar als projectadministrator gewerkt bij een bodemsaneringsbedrijf. Mm-hmm, nice. In de voormiddag altijd van 7 tot 12. Dus dat was vroeg uit mijn bed. Maar dan had ik wel echt de vrijheid om om 2 uur ergens in Vlaanderen op een podium te staan. En dan ben ik uiteindelijk, nog niet zo lang geleden, 30 mei van dit jaar, ben ik gestopt om dan volledig zelfstandige te worden. Omdat het allemaal ook te druk werd. Om volop eigenlijk voor die muziek te gaan. Klopt. Want je hebt, zoals ik ook al in mijn aankondiging zei, je hebt al heel wat singles achter jouw naam staan. Hè? Dus we hebben Gouden Glimlach, Boven de Wolken. Want jij zingt uitsluitend Nederlandstalig. En is dat iets dat je gaat blijven doen? Of dat je zegt van, misschien toekomstgericht kan daar wel iets Engelstalig eens uit de bus komen? Ja. Of hou jij vast aan dat Nederlandstalig repertoire? Wel, ik vind het Nederlandstalig repertoire vind ik zo en zo heel mooi.
Mm-hmm. Is niet zo simpel, want mensen denken altijd zo, uw eigen taal is makkelijk, maar Nederlands is helemaal niet zo makkelijk om te zingen. Maar ik merk wel, ik heb bijvoorbeeld op mijn eerste cd Les Un Light et Tropique, dus dat is een Frans lied dan, dat erop staat. En ik mag ook de zomer terug in het Witte Paard optreden, dus daar ben ik nu mee bezig. Daar zing ik ook heel vaak Engelstalige liedjes. Ja. Dus ik merk wel zo buiten de albums dat ik heb opgenomen, dat ik op mijn gewone optredens wel echt Frans, Duits, Nederlands of Engels zing. Ja. Ja. Dus je zegt daarnet ook, in het Witte Paard mogen opnieuw optreden. Ja. Want dat is nu de tweede keer, dus dat je dus ook door Jacques Lafon dus uitgenodigd bent dus op te treden in het Witte Paard. Maar dat is niet de eerste keer, hè? Nee, ik heb vorig jaar de Tijd van Toen gedaan. Dat was wel de eerste keer. Dan hebben we de Winterwonderland samen gedaan. Dat was de kerstshow. Ja. En dan nu staan we met Jonger dan je denkt. Hebben we opnieuw 3 maanden samen gespeeld. Hoe voelde jij je toen ook? Want Jacques Lafon die gaat jou uitgenodigd hebben om mee te doen. En vraag me dan eigenlijk af hoe dat jij je daar moet bij voelen, want dat is wel een hele eer als zo iemand iconisch eigenlijk jou vraagt om mee te spelen in haar show uiteindelijk. Ja, ja, ik moet toegeven, ik als kind kwam ik altijd met mijn grootouders en met mijn ouders in het Witte Paard. En ik zat daar en ik dacht, goh, dat zou nu echt wel, want dat blijft de revue-tempel bij ons in Vlaanderen. Ja. Ik weet ook dat dat zo bij heel veel artiesten speelt, dat we wel horen van, oh, iedereen zou daar graag ooit eens staan of in die shows meedoen. En ik weet dat ik dan vorig jaar in februari die vraag kreeg, omdat Vanessa Schinitor was daar toen voor gevraagd en om bepaalde redenen heeft zij dat niet gedaan. Ja. En ik was best wel een beetje bang, omdat ik zoiets had van, ja, Jackie is zo'n icoon in Vlaanderen. Ik denk, goh, hoe gaat zij zijn om mee te werken? Want met mannen werken is vaak veel makkelijker dan vrouwen onder elkaar. Ja, natuurlijk. Maar eigenlijk hebben wij sindsdien een hele mooie band opgebouwd. Echt een kleindochter-oma-band. Wij komen heel goed overeen. Ja. Wij horen elkaar ook elke dag dat we bellen met elkaar. Ja. En dat is heel fijn geworden. Jackie is ook iemand die... Ze wordt 78, maar dat is iemand die er volledig voor gaat. Mm-hmm. En ze heeft hier en daar, dat zegt ze ook als er choreografieën zijn, heeft ze af en toe ook meer hulp nodig. Ja. En eigenlijk vanaf vorig jaar heb ik daar recht ook mee opgenomen. En dat zeker niet voor mijzelf. Snapte de nevel in te prijzen, verre van. Maar wij voelen elkaar heel goed aan. En als er bepaalde zaken waren of liedjes waarin dat ze bijvoorbeeld altijd naar rechts ging in plaats van naar links, konden wij wel met bepaald oogcontact of met een knipoog of dat ik haar eens met een arm pakte, kunnen wij elkaar wel perfect aanvoelen op podium. Ja. Wat die een band nog bijzonderder maakt. Want ik ben heel blij dat ik dat mag doen. Ja. Dat ik die toelating heb om daar een beetje in te sturen. Ja, want niet iedereen aanvaardt dat ook zomaar. Nee, als je gecorrigeerd wordt. Ja, dat is ook. En het is heel fijn. En we hebben ook uiteraard onze discussies. Want buiten het podium zijn we ook echt kleindochter en oma. Bonnie noem ik het altijd. Mijn Bonnie. Maar dat is heel fijn samenwerken. En het is heel fijn om te leren. Ja. Ze geeft ook tips en alles daar rond. En ja, dat is iemand die nog met Gaston en Leo en met Yvonneke Verbeek heeft opgetreden. Dus dat is echt nog die laatste garde dat overschiet. Waarbij dat ze ook, alleen nu ook, dat is elke dag 560 mensen dat daar zitten. 26 keer. Ja. Alles uitverkocht. Ja. Want zij is dus eigenlijk ook de persoon die de show eigenlijk ook een beetje regisseert, coördineert, als ik correct ben. Ja. Dus ik kan mij wel inderdaad voorstellen. Ja. Dus toen je het telefoon kreeg en dat zij jou uitnodigen om daar mee te doen. Ook... Heb je daar moeten over nadenken? Nee, ik heb daar geen seconde over moeten nadenken. Nee. En in het begin merk je dat een beetje zoeken is en kijken hoe of wat. Mm-hmm. Ook omdat veel mensen vaak zeggen van Jackie is een heel moeilijke om mee te werken. Ja. Maar Jackie is niet moeilijk, zij is gewoon heel perfectionistisch. En zij wil het gewoon, als zij zegt, het is op die moment dat ik wil, dan is het dat. En dan vind ik ook niet dat wij daar als beginnelingen, snapte, in de revuewereld daar veel op moeten zeggen. Het is en blijft haar show, maar ze probeert ook wel echt haar mensen te doen shinen. Ja. En dat is gewoon heel mooi en heel fijn. En bijvoorbeeld nu hebben wij ook een country medley en ze slaagt er ook elke keer in. En dat is niet
de humorist in Jackie dat dan naar boven komt. Maar ze doet bijvoorbeeld, vorige keer had ze ineens haar botten, haar cowboybotten, achterste vooraan. Maar dat zijn dingen, dat is echt gewoon Jackie. Ze doet dat niet expres. Nee. Maar ze heeft altijd van die dingen voor, dat je denkt van, dat gaat nu iemand anders nooit voor hebben. Ja. En ze weet daar perfect mee om te gaan op een podium. Ja. En dat is denk ik ook wat dat Vlaanderen... zo bijzonder vindt aan haar, ik weet het niet. Ik denk dat er daar af en toe wel eens goed afgelachen wordt tijdens die shows van de zomerrevue in het Witte Paard. Maar je hebt niet alleen in het Witte Paard dat je dus shows hebt gespeeld, maar ook een paar jaar geleden was je dus ook genomineerd voor een zomerhit eigenlijk. Hè? Dus was je bij de 20 geselecteerden. Weet je nog met welk nummer? Het lijkt wel zomer, Het lijkt wel zomer. Wel kijk, Lisa, als je het graag wilt hebben, zouden we nu kunnen kijken naar een videoclip dus van Het lijkt wel zomer, waarmee dat jij dus eigenlijk een nominatie op zak had zoveel jaar terug. Goed? Perfect. Kijkers thuis, nu kunnen we kijken naar een videoclip van Lisa Lewis met Het lijkt wel zomer. De herfst leek al bijna nabij, al was het nog zomer. Lag vast aan mij, ach, ik miste de liefde gewoon. Soms niets aan te doen, maar het geluk lacht me toe. Je bent hier bij mij, de zon die weer schijnt. Ik voel me weer goed als een roos die weer bloeit. Ben weer blij. Het lijkt wel zomer nu jij bij me bent. Nu elke vogel me lief. Zijn groen, verlang naar jouw zoen. Opeens weer dat warme gevoel. Het lijkt wel zomer nu jij bij me bent. En elke dag is een liefdesgeschenk. Ging dit maar nooit meer voorbij, dus blijf bij mij. Het leven is een carrousel, het draait alsmaar rondjes. Die speelt soms een spel, het is net als de wind. Soms zit het je mee, gaat alles oké. Soms gaat het niet goed, maakt niet uit wat je doet. Maar dan slaat het toe, het stroomt door je bloed. Weer verliefd. Het lijkt wel zomer nu jij bij me bent. Nu elke vogel me lief. Alle bomen zijn groen, verlang naar jouw zoen. Opeens weer dat warme gevoel. Het lijkt wel zomer nu jij bij me bent. En elke dag is een liefdesgeschenk. Ging dit maar nooit meer voorbij, dus blijf bij mij. Ook wel weer een heel mooie ervaring, hè, dat jij op je palmares kan zetten. Dus genomineerd zijn, hè, voor een zomerhit van Radio 2 in die zomer van 23 uiteindelijk. Hè. Ja. Wel, we kunnen nog een keer terugkeren naar die zomer van 23. Dus je had toen die nominatie op zak. Hè. Dat geeft jou dan eigenlijk ook optredens in 10 om te zien aangevuld uiteindelijk. Hè. Dan mocht je daar dus ook in optreden. Ik heb ook in jouw prijzenkast staan er ook al 2 keer de loftrompet voor beste zangeres. Kan je daar ook iets meer over vertellen? Ja, het is altijd heel fijn dat je als artiest een beetje gewaardeerd wordt in wat je doet.
En dat was, denk ik, mijn vierde loftrompet. Dus ik heb er eentje voor Doorbraak gehad. Ik heb er één met het duet met Rob den IJs dan gehad. En dan twee keer achter elkaar voor Beste Zangeres. En ik zeg het, dat is echt een mega waardering. Ja. Omdat wij ook door jullie of door Mijn TV of door de radiostations... is dat heel fijn om zo gesteund te worden. En uiteraard... was het ook heel leuk om op 10 om te zien te mogen optreden. Want mijn ouders hebben daar 30 jaar geleden gestaan. Mijn moeder was toen, denk ik, 6 of 7 maanden zwanger van mij. Dan stond ik al onrechtstreeks weer op het podium. En om daar dan 30 jaar later zelf te mogen staan, dat was gewoon een hele, hele toffe ervaring. Ja, ja. En door natuurlijk al die prijzen te krijgen, is dat voor jou eigenlijk ook weer een reden om nog door te gaan? Hè? Ja. Dus dat je zeker met muziek moet blijven verder gaan en ook nieuwe dingen creëren. Want op dit moment, waar ben jij nu mee bezig? Ik ben met heel veel toffe dingen bezig. Ja. Dus uiteraard mijn shows in het Witte Paard, dat is iets dat nog doorloopt. Ik heb ook een hele toffe... dat is eigenlijk een theatertour en die heet Houden van Dochters. Mm-hmm. En dat is een hele mooie, een heel mooi programma met Céline Hermans en met Hannelore Neefs. Ah, ja. En wij zijn 3 dochters van zangers, zangeressen of muzikanten. Ja, toch? Dus Margriet Hermans, de Melandoors en dan Connie Neefs. Ja, ja, mooi. Wij zijn alle 3 30 jaar, ik denk dat Céline 1 jaar ouder is. Ja. Wij verjaren alle 3 in januari. Mm. En we zijn ook alle 3 met muziek bezig. En dat is een hele mooie voorstelling waarin dat mensen eigenlijk een beetje meegezogen worden naar foto's van vroeger, naar ongehoorde en ongeziene foto's, ongehoorde verhalen, mm-hmm. die dat we nog nooit aan de buitenwereld hebben verteld, die toch best wel privé gaan. Ah, ja, ja. En dat is gewoon heel fijn om te doen, want mensen zeggen soms zo vrouwen onder elkaar, maar wij komen heel goed overeen en dat is heel fijn. Dus dat is een soort theatertour, want ik wil daar nu nog een beetje verder op inspelen. Dat is een theatertour, dus met 3 dochters van dochter van eigenlijk. Ja. Dus waarin dat jullie liedjes zingen, foto's tonen vanuit jullie jeugdjaren? Inderdaad. En ook van vroeger en van bijvoorbeeld, er is een heel mooie familiefoto van de trouw van mijn ouders, waarin ik over mijn grootouders vertel. Hannelore vertelt heel veel over Louis Neefs natuurlijk, Connie Neefs ook. Céline vertelt dan helemaal over de familie en over Margriet. Dus het is echt een hele mooie, warme voorstelling. Ja. En we spelen nog in 2025 ook door. Ja, en dat is heel fijn. Ja. En uiteraard hebben we Muzikantenstad. Daar hebben jullie ook al wel eens over gehoord, Maar Muzikantenstad is ook een hele mooie, een heel mooi revue-spektakel waarin dat we ook doorheen Vlaanderen mee toeren. Ja, ja, en we starten denk ik de eerste week of de tweede week van november. Mm-hmm. En dan hebben we de Winter Wonderland nog in het Witte Paard. Ja. Waarin dat ik samen met Shaki, maar ook met Maarten Cox en Anke Goergen en Davy en Sasha Roos en Davy Gilles, mag optreden. Dat loopt nog tot januari 25. Ja. Dus dat is nog allemaal... Dat is nog allemaal komen. Een beetje meevolgen. Dus we zitten nu in september, dus dat gebeurt nog allemaal. Oktober, november, december. Dus die theatertour, dus met de 3 dochters houden van. Dus het theaterstukje, dus waar dat eigenlijk het plaatje klopt. Want ik vind dat eigenlijk een heel mooi idee. Dat is echt heel mooi. En van waar komt het idee? Dus ik denk dat mijn moeder daar ooit is opgekomen. En dan heeft ze die samenwerking aangegaan of uitgegeven aan NECA. De productie van NECA, die deden vroeger ook Houden van in het Sportpaleis. Oh. En die mensen, ik zeg het, dat zijn ook heel warme, lieve mensen die ons ook heel goed hebben omringd. En het is heel fijn, want dat is heel ver uiteenlopend in de zin van, wij hebben al een aantal voorstellingen gedaan. Nu hebben we er in oktober nog een aantal, ook altijd verschillend in Vlaanderen. Dat is dus doorheen Vlaanderen dat die toert. Ja. Ja, ja, klopt. Okay. Klopt. Dus mensen, als ze willen, kunnen dus naar de website gaan. Ja, van NECA en die kunnen gewoon Houden van Dochters intoetsen. Goed. Maar dat is echt een hele mooie, warme
voorstelling. Ja, ja, het nodigt inderdaad wel uit. Dus mensen, en zeker voor de mensen die dan nog eens een dochter hebben, kan mij wel heel dat nog iets moois speelt uiteindelijk ook. Hè. En dan de muzikantenstad dat je er nog bij doet. En naar het einde toe Winterwonderland. Ja. Dus eigenlijk kan mij wel voorstellen dat jouw agenda propvol zit. Ja, november, december is heel zwaar, want we beginnen dan ook in november nog met de repetities van Winterwonderland. Dus dan sta ik eerst in de namiddag op te treden en dan moet ik rechtdoor terug naar Blankenbergen om te repeteren. Maar allez, ik doe dat ongelooflijk graag. En de losse optredens daartussen nog. En dat is allemaal voor de doelgroep, dus voor de mensen die jou graag zien zingen, jou graag zien optreden natuurlijk. Hè? Dus je dat dan ook kan teruggeven. Ja. Dan heb je eigenlijk ook nog tijd voor een nieuwe videoclip. Dus, want je hebt ook een videoclip gemaakt dus met de single Vleugels gespreid. Klopt. Dus die heb je daar dus ook tussen eigenlijk kunnen krijgen. Ja. En kan je daar iets meer over vertellen? Wat de mensen daar moeten bij voorstellen bij die videoclip, die single? Ja, die videoclip is opgenomen in een studio in Antwerpen. Mm-hmm. Vleugels gespreid is geschreven door Sabine Tiels. Ah, ja, okay. Opgenomen in de studio van Patrick Hamilton. En is eigenlijk een heel mooi lied dat misschien ook wel een beetje de relatie van mij en mijn man weergeeft. Want Niels is echt iemand die staat... Ja, elke dag achter mij, maar die laat mij echt ook, want ik ben iemand, ik heb ook echt wel mijn vrijheid nodig. Ja, ja, ja. In de zin van, dat ik heel vaak van huis ben. Ja. Niels is ook absoluut niet jaloers, dat zou voor mij ook heel moeilijk zijn. Ik heb dat ook niet. Pas op, een gezonde jaloezie moet er altijd zijn, maar ik zou absoluut niet tegen een man kunnen dat elke keer zou zeggen van, hey, wat ben je nu aan het doen? En je bent te laat thuis en dingen. Dus ik heb echt wel... mijn vrijheid daarin. En ik denk dat dat ook het mooiste voorbeeld is om, om dat lied weer te geven, om mijn vleugels te spreiden en te doen wat ik heel graag doe, maar dat ik wel thuis kan komen en dat daar ook alles klopt. Voilà. Dus dat Niels blij is van je opnieuw te zien. Ja, klopt. En dus dat inderdaad het plaatje klopt uiteindelijk. Ja. Goed. Wel, kijk Lisa, ik zou eigenlijk nog een beetje verder kunnen praten met jou. Maar helaas moet ik ook mij ergens aan bepaalde minuten houden. Maar ik bedank jou alvast voor het heel fijne, aangename gesprek. Ik wens jou nog heel veel succes in de toekomst. En we gaan zeker nog heel veel van jou horen. En als je nog nieuwe plannen hebt, mag je altijd bij ons komen om dit hier dus uitgebreid te komen vertellen. Dank u wel. Maar ik ga je nog niet loslaten vooraleer dat we dus eerst nog naar jouw videoclip kunnen luisteren van Vleugels gespreid. Oké? Okay? Perfect. Kijkers thuis, hier is Lisa Lewis met de videoclip Vleugels gespreid. Hier en nu met jou, ver weg van mijn verleden. Je deelt, verzacht en heelt mijn pijn. Hier en nu naast jou, zomaar zonder reden. Wat morgen komt, zal steeds een raadsel zijn. Soms liep het anders dan ik had verwacht. Toch koester ik elk moment, iedere dag.
gesprek.